bent een lieve varkentje. Oké, hier heb je een lekker worteltje. Oh, bom, bom, bom. En ja, dit is mijn nieuwe huisdiertje, Albert. Wat zo lief. Het is zo mooi weer buiten. Zo mooi weer buiten. Hoor ik nou Zoe praten? Wacht eens eventjes. Wat doet Sanda? Ze is aan het picknicken zonder mij. Oké, daar moet ik naartoe. Albert, ik ben straks terug. Doei. Sam, Zoe, Anna, wat zijn jullie aan het doen hier? Yes. Wij zijn aan het picknicken. Zonder mij? Nee. Mag ik er anders bij? Ja, we hebben geen eten meer eigenlijk. We hebben toch eten in jullie handen? Ik bedoel, wat is dit? Een broodtosti? Je hebt een sandwich en een koekje. Dus van ons? Precies. Maar waarom hebben jullie mij niet uitgenodigd dan voor de picknick? Het is inderdaad mooi weer. Het is toch gezellig? Jij sliep nog. En ja, we wilden jou even laten uitslapen en zo. Ik sliep niet. Zijn jullie bij mijn huis geweest? Ja. We zijn nog aangeklopt en zo. Dat zijn helemaal niet waar. Niemand van jullie heeft aangeklopt. Ik ben helemaal niet wakker. Nee, ik was niet aan het slapen. Ik verveelde me binnen. Ik was aan het wachten tot een van jullie langskwam. Nou, wij zijn langs geweest. Ja, dit is onzin. En nu hebben jullie helemaal geen eten voor me. Helemaal niks. Nee. Nee. Jullie willen gewoon niet delen. Dat is het. Weet je wat? Veel plezier met jullie picknick. Sam, Zoe en Anna. Doei. Wacht eens even. Ik vertrouw er helemaal niks van. Laten we omlopen. Ze hebben helemaal niet aangeklopt bij mij. Of ik ook kwam picknicken. Ze hebben gewoon met z'n drie iets gedaan. Maar ik heb wel een ideetje hoor. Ik denk dat we hier perfect staan. Laten we ze afluisteren van de vier. Sam, heb je ook ik heb nog taart. Kijk, hier is ook een taartje voor jou. Ze hebben wel eten. Ze hebben meer dan genoeg eten. Oh, dank je. Dit slaat nergens op. Dit slaat nergens op. Ik ga naar mijn huisje, ik ben er klaar mee. Ze hebben gewoon genoeg eten. Ze wouden me gewoon helemaal niks geven en helemaal niet delen met mij. Weet je wat, ik ga naar bed. Ik ben klaar met deze dag, nu al. Albert, jij bent tenminste wel lief, mijn lieve varkentje. Ik ga slapen, mijn vrienden zijn niet aardig tegen mij vandaag. Slaap lekker. Klop, klop, Dennis, Albert is wakker. Ik ben wakker, Zoe. Hoi, Zoe. Hoi, Anna. Wat doe je? Waar is Dennis? Hoi, Sam. Wat bedoelen ze? Waar ben ik? Waar is Dennis? De deur staat niet op slot, dus hij is niet weg. Nee, waar hebben we het nou weer over? Ik ben toch ook hier, Anna? Ik sta achter je, hallo! Ik zie wel zo'n varkentje, Albert. Hoi, Albert. Wat een schatje. Ja, echt super lief. Ze zijn met Albert aan het praten. Waarom negeren ze mij nou? Dit is echt mega stom. Kom, we gaan naar het lab. Misschien is hij beneden. Ik wilde net zeggen. Waarom zien ze me niet? Ik sta toch gewoon achter ze? Oké, laten we ook naar het lab gaan. Gewoon naar beneden. Wacht eens eventjes. Waarom kan ik vliegen? Dit is echt mega raar. Dat kan niet. Dennis, waar ben je? Wat is er met mij gebeurd? Waarom ben ik veranderd in een geest? Nee. Wacht eens even. Kan ik gewoon door Anna heen vliegen? Kom, we gaan weer terug naar boven. Ja, is goed. Maar dit slaat nergens op. Ze gaan helemaal weer naar boven. Oké, laten we ook naar boven gaan via de hendel. Zo, perfect. Kijk, Albert, we gaan naar baasjes. Ja. Albert, heb jij Dennis gezien? Ze gaan het nu aan de varken vragen. Ja, maar waar is de... Ik sta hier gewoon voor, Anna. Zien ze wat? Kijk ze nou weer naar. Wat is dat? Daar lopen ze heen. Wat is dat? Wat zit er in jouw hand? Waarom heeft ze een bol opgepakt? Het lijkt wel Dennis een onesie. Ja, nee, het zegt. Is Dennis vermoord misschien? Ik ben inderdaad volgens mij dood. Ik kan gewoon door de muur heen. Ik ben gewoon een geest, zoals je kunt zien. Maar wie heeft het gedaan dan? Ik weet het niet, maar jij vond het als eerste. Nee, ik denk Albert. Gaat ze Anna beschuldigen? Sam denkt het varkentje. Nou, die kan Dennis wel vermoorden, hoor. Sam beschuldigt nu Albert. Het is een zwak varkentje. Ik denk dat Sam het heeft gedaan. Ja, Sam. Wat heb jij te verbergen? Ja, Sam. Ik heb niks gedaan. Zijn ze nou elkaar aan het beschuldigen hier? Nou, Zoe, jij bent ook wel verdacht. Ja, ik kan bewijzen dat Zoe dat ze mij heeft vermoord. Kom maar mee naar mijn huisje. Wie heeft mij eigenlijk vermoord? Ik weet het nu zelf ook niet. Ik weet alleen dat ik dood ben gegaan. Kijk nou, ik ben gewoon een geest. Kijk. Ik kan Sam volgens mij wel aanraken, maar hij doet niks. Okay, laten we kom, Sam, onderzoek alle kastjes. Ja. Nou, het hele huis onderzoek als iets raars vinden. Ja, maar kijk, er zit helemaal niks aan. Een keukenmes. Ja, klopt, maar daarmee snij ik... Ik denk nu dat Sam mij vermoord met een keukenmes. Ja, dat is zo. Maar hier is niks te vinden, toch? Nee. Maar dat zegt nog niet dat jij het niet hebt gedaan. Ik denk niet dat Zoe mij heeft vermoord. Ga dan kijken bij jouw huis. Inderdaad, we moeten bij Anna zien te komen. We gaan bij mijn huis komen. Zij wel vermoord. En Sam die blijft verdacht stil. Maar het zou toch raar zijn als een van mijn vrienden mij heeft vermoord. Ik zie maar, Anna. Laat maar rond. Anna naar binnen gaan. Oké, even kijken. Ik hoor dat niemand van hem me kan horen. Hallo, kan iemand me horen? Nee, niemand kan me horen. Wat staat er in dit boekje? Dat is mijn dagboek. Wat is dat nou weer? Dagboek, misschien heb je daar wel een Nee. Dennis ging vermoorden. Ik zou Dennis nooit vermoorden. Ze moet het dagboek bekijken.
kijken? Nee, dat is inderdaad gewoon je dagboek. Wat zou erin staan? Wat niks zou erin staan? Schaars. Sam, we gaan nu jouw huis checken. Ja, nu naar Sam's huis. Ik hoor er niks van. Wacht eens even. Sammy gelooft Anna zo makkelijk. Wat stond in dat dagboek? Dat wil ik eigenlijk later ook wel weten. Maar ik denk niet dat Sam het heeft gedaan. Kijk, Sam, ik zijn mega goede vrienden. Zoe? Wat is dit? Wat is dat daaronder? Ja. Wacht eens even. Je wilt toch niet zeggen dat Sam het heeft gedaan? Wat heeft hij daar verstopt? Weet je wat? Ik ga het gewoon zelf weghalen. Laat ik het weghakken hier zo. Ga eens naar onder kijken. Wat zou het zijn? Sam, ik weet niet. Wat is er dan? Ik heb het weggehakt. Weggehakt. Opeens is hij weg. Wat zit niks in? Oh, redstone? Allemaal redstone? Is dit allemaal Anna of zo? Al die redstone? Misschien. Heeft allemaal redstone voor Anna? Is Sam verliefd op Anna? Wat doet hij met al dat redstone hier zo? In ieder geval geen Dennis of zo. Ik weet niet wie mij heeft vermoord. Oké, Anna en Sam, ik heb nog wel een idee hoe we erachter kunnen komen wie Dennis heeft vermoord. Volg mij maar. Wat gaat zo doen? Wat voor idee heeft ze om erachter te komen wie mij heeft vermoord? Oké, laten we haar gaan volgen. We gaan daar even naar rechts. Wie is die man daar nou weer aan de overkant? Oh, wat is dat? Goedemiddag, dames en heren. Hallo? Ik ben begrafenisondernemer. Ik hoorde dat iemand hier is vermoord. Willen jullie misschien een kist kopen bij mij? Kist kopen? We hebben nog geen eens een lijk eigenlijk. Nee. Geen eens een lijk? Als er iemand is vermoord, dan moet hij wel begraven worden in een kist. Dus bij mij kunt u gewoon een kist kopen voor 500 diamonds. Maar heeft u ook het lijk van Dennis dan, of niet? Van Dennis? Wacht eens even, je wilt toch niet zeggen dat hij me heeft vermoord? Ja, hij is roestvrij, dus hij kan ook niet kapot gaan onder de grond. Oh, roestvrije kist. Dat is wel een koopje, denk ik. Ja. Maar ze weten niet eens wie mij heeft vermoord. Meneer, hoe willen ze een kist als we gaan kopen? Hebben gevonden, dan zullen we een kist van u kopen, oké? Okay? Ja, helemaal goed. Worden ze nou gewoon aangesmeerd met een begrafeniskist? Doei. Dit is echt super raar. Nou, zie je dit huisje hier zo? Wacht eens even. Leuk. Hallo. Hallo, bent u dan? Bent u een zwerver? Ik ben de tovenaar. Ja, ik ben een tovenaar, dat zie je toch wel. Tovenaar? Wou ik zeggen, sorry. Simsalabim. In dit drankje hebben jullie zin. Neemt u maar. Wat is dit nou weer voor drankje? Niet zo met vertrouwen van een rare tovenaar. Hier, Anna. Een zwerver. Willen jullie ook? Het is heel erg lekker. Wat doet het dan, meneer de tovenaar? Ik zou zeggen, drink maar, dan zal je vliegen. Vliegen? Oh, kijk eens aan. Wow, jij kan super hoog spelen. Dat is leuk, hè? Ja, zeker weten. Wat doet die tovenaar hier? Ik spreek jullie later. Wat een hele rare man. Oké, wat ik dus wilde zeggen is de leugendetector. En hierin ga ik jullie vragen stellen en jullie mij. Zodat we achter de waarheid kunnen komen. Dit is mega slim van Zoe. Op deze manier kunnen we erachter komen wie mij heeft vermoord. Is het Anna? Is het Zoe? Okay, of zal het toch Sam zijn? Anna zitten. Oké. Wie gaat het zijn? Oké, hier heb ik een tv en daarin kan ik precies zien wie de waarheid spreekt of wie niet de waarheid spreekt. Oh, dit is echt perfect. Ze moet allemaal vragen gaan stellen aan Sam en aan Anna. Oké, om even te kijken of het werkt, gaan we beginnen met Sam. Sam, is dat jouw echte naam? Ja. Spreekt hij de waarheid? Ja, even kijken. Ja, hij spreekt de waarheid. Ja, oké. En Anna, voor jou hetzelfde. Is jouw echte naam Anna? Ja, is Anna. Oké, is even zien. Ja, ze spreekt ook de waarheid. Oké, Sam, heb jij Dennis vermoord? Nee, natuurlijk niet. Eens even kijken. Is dat de waarheid? Is dat de waarheid? Ja, het is de waarheid! Oké, goed zo. Gelukkig maar. En Anna, heb jij Dennis dan vermoord? Ja, Anna. Nee. Ze zei heel snel ja. Oké. Oké, gelukkig maar. Maar wacht eens, Zoe. Wie heeft jouw vraag gesteld? Helemaal niemand. Ik mezelf? Hoezo? Misschien heeft Zoe me wel vermoord. Sam, onze beurt. We gaan nu vragen of stellen aan Zoe. Okay. Ja, super slim. Is goed hoor, ik heb het toch niet gedaan. Oké, Zoe, heb jij Dennis vermoord? Nee, natuurlijk niet. En? Ze spreekt de waarheid, ze heeft me echt niet vermoord. Wie heeft me vermoord? Nou, kom, we gaan. Misschien kunnen we er nog achter komen. Oh, maar wie heeft me dan vermoord als Zoe, Sam en Anna niet waren. Oh nee, daar heb je weer een zwerver. Hoor die vogels bokkenpijn. Wat zegt hij nou weer? Ook voor Magere Hein. Magere Hein? Weet jullie wie Magere Hein is? Nee. Dat is een geest. Een geest? Oh, een geest. Dit is een hele rare man, kon ik je vertellen. En ik zal jullie nog eens iets vertellen. Ik zie op dit moment ook een geest. Wacht, daar zit een geest. Maar kijk naar mij, waar? Wacht eens even, kan de tovenaar mij wel zien? Willen jullie ook geesten kunnen zien? Ja. Ja. Bezoek dan mijn winkeltje in het dorpje hier vlakbij. Oké. Ja. Wacht eens even. Wil je nou zeggen dat de tovenaar mij wel kon zien? Hij keek recht naar me toe. Hallo, kan je me zien? Hallo, ik sta voor je. Ik vlieg
hier! Oké, Anna, kom mee. Laten we gaan. Maar zullen we dan naar dat winkeltje gaan? Ze weten waarschijnlijk niet waar de winkel is. Het is een dorpje hier verderop. Ik moet iets hebben waarmee ik kan communiceren met ze. En vliegt daar nou de tovenaar in de lucht? Oké! Het is een echte tovenaar volgens mij! Moet ik naar mijn huisje gaan? Ik heb een idee. Ik moet ze onderbreken. Laat ik hier naar binnen gaan. Ik heb hier volgens mij nog ergens wat hout liggen. En daarmee kan ik natuurlijk snel een crafting table in elkaar maken. En dan kunnen we wat bordjes maken. En met de bordjes kunnen we natuurlijk communiceren met hun. En kijk eens aan, dan kan ik met deze bordjes gaan communiceren met Zoe, Anna en Son. Eens even kijken. Laten we op een bordje hallo gaan zetten. Hallo? Oké, het is perfect. Het is perfect. Hallo, staat er. Ze zien het bordje, ze zien het bordje. Wat is dit? Hoe komt dit hier opeens? Wacht, ik moet met ze communiceren. Oké, ik moet hier een bordje plaatsen. Ik ben een vriendelijke geest. Dit is perfect. Hé, hey, daar nog één. Het is een geest. Wat staat erop? Ze hebben het door. Oké, ik moet zeggen. Dat moet ze een hint geven. Mijn kleur is geel. Mijn kleur is geel. Dat kan er maar eentje zijn. Een gouden appel. Ja. Een gouden appel? Ja. Een gouden appel als geest. Waar hebben we het dan weer over? Ik ben het. Dennis. Hé, hey, nog één. Perfect, is perfect. Ik ben het. Dennis. Oké, ik hoop dat ze dit lezen. Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Hallo, meneer. Wat doet u hier? Oh, hallo. Ja, jullie willen nog een kist bij mij kopen, hè? Ja, aan één keer hebben we genoeg. We hebben toch maar één lijk. Nee, maar ze moeten me weer normaal krijgen. Ze moeten me niet in een kist stoppen. Oké, ik moet snel bordjes schrijven met stuur hem weg. Zeg het eens. Stuur hem weg. Stuur hem weg. Nee, meneer, dank u wel. Oké, ja, jammer zeg. Oké, ze hebben hem weggestuurd. Dat is perfect. Jullie moeten naar de village. Want daar woont de tovenaar en hij kan als enige zien. Hé, hey, wat is jullie er? Moeten naar de village. Welke village? Dit? Daar is er eentje, toch in het zuiden? Ik heb een idee. Ik heb een idee. Volg het goud. Even kijken. Volg het goud. Oké, dat is perfect. Okay, ik moet snel het goud pakken hier uit mijn kist. We moeten ze naar de village brengen. Zo snel mogelijk naar de tovenaar. En laat ik hier nog meer neerleggen. Daar een beetje goud. Oké, ze moeten het pad volgen op deze manier. Oké, bij het volleybalveld. Daar leggen we goud neer. Laat het helemaal deze kant op gooien. Zo al het goud hier. Ik zie al een village. Ze volgen het spoor. Ze volgen het spoor. Het is perfect. Wacht eens even. Oh, wat is dit? Dit is het eentje van de tovenaar. Open de deur. Wat zegt hij nou weer? Zegt hij nou een spreuk dat de deur open kan? Hallo, hallo. Ja, ik voelde al aan de energie hier dat jullie er waren. Voelt het aan de energie? Waar vind je nou weer over deze oude man? En ik voelde ook aan de energie dat hier dichtbij een geest vliegt. Waar? De hele tijd naar mij. Geest. Hi, meneer. Wacht, kan hij me volgen? Ziet hij echt precies waar ik geest. Hij ziet het allemaal. Oh, oké. Ik was een beetje aan het wegdwalen. Hallo, willen jullie eens kopen? Ja, zeker weten. Kunt u toevallig ook geesten tot leven brengen? Dat is zeer mogelijk. Hij kan dat! Hij kan nog wel redden! En hoe doet hij dat dan? Ja, ik zal jullie het allemaal fijn gaan uitleggen. Wat heeft hij in deze kist hier zo? Ik ben wel benieuwd. Ik heb hier een ghost soul. En hiermee kunnen jullie geesten tot leven wekken. Tot leven wekken? Ja. 500 diamonds. 500 diamonds? Dat hebben ze niet eens. Eén halen, twee betalen. Eén halen, twee betalen? Ik heb een bloemetje. Wacht eens even. Hun hebben het geld niet, maar ik kan toch gewoon hier langs heen vliegen? Dus zelf eentje pakken. Hier heb ik helemaal niks aan, hè? En als ik op deze manier weer naar buiten ga, wacht eens eventjes. Zal dit dan werken? We moeten dus dit ding gaan gebruiken. Wacht eens even. Wat nou als ik erop ga klikken? Zal dat dan iets doen? Wow! Wacht eens even. Ben ik weer tot leven? Zullen ze me gewoon weer kunnen zien? Sam, Anna, sorry. Dennis, oh, doei, Dennis. Kan je me weer zien? Anna, kan je me ook weer zien? Ik heb je de hele dag gezocht. Waarom sla je me? Nee, sorry, ging per ongeluk. Even kijken of je echt was. Ja. Of ik echt was, ik was de hele dag een geest, maar... Ik heb dit gestolen van de tovenaar. Dan kan ik een geest worden. En ik kan ook weer normaal worden op deze manier. Dennis, wat ben je? Ik ben hier achter jullie. Hallo, ik ben hier. Wat gebeurt er als je die allemaal gaat gebruiken? Oké, jullie moeten er allemaal één hebben. Je hoeft alleen maar op te klikken. En als het goed is, veranderen dan allemaal in geesten. Wow. En kunnen jullie me nu wel zien, aangezien jullie allemaal een geest zijn? Ja, ik kan je zien. Ik zie jou. En kijk, we kunnen zelfs vliegen op deze manier. Ik heb een vraagje. Wie heeft me nou eigenlijk vermoord? Want jullie waren het alle drie niet. Maar wacht eens even, ik heb een ideetje. Ik heb namelijk een camera opgehangen bij mijn huis. En via de camera... Maar kan ik precies zien wie mij vermoord. Laten we daarheen gaan. Oké, eens even kijken. Hoi Albert. Ik ben heel erg benieuwd wie mij vermoord. En jij kan me eindelijk ook weer zien. Ik ben geen geest meer. Oké, hier moeten de camerabeelden liggen. Ja, perfect. En daar is de camera die ik al die tijd heb opgehangen. Oké, laat ik naar buiten gaan. Ik heb hier de camerabeelden, Sam, Zoe en Anna. Oké, laat haar zien. Laten we een kijkje nemen. Ik zie hier de camerabeelden van afgelopen nacht. En het lijkt allemaal heel erg normaal.
Laten we wachten op het moment dat ik vermoord word, want het was allemaal in de nacht. En wacht eens even. Sinds wanneer kan Albert het hokje openen en waarom staat hij op mij? Wil je zeggen dat mijn eigen varken mij vermoord? Nee, maar daar weet ik niks vanaf. Daar weet ik helemaal niks vanaf. En Albert heeft me vermoord? Dus zoals jullie zagen ben ik vermoord door mijn eigen varken, Albert. Ja, ik zei het toch. Sam zei het inderdaad al die tijd. Het zegt gewoon een gokje. Hoor, dan moeten jullie denk ik maar naar Sam luisteren, want hij had inderdaad gelijk. Ik neem nooit meer naar huis, dier. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ik wist niet dat een varken zo agressief was. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm.